Het is december en ik heb goed nieuws voor jullie. We gaan namelijk weer een trip maken. Dit keer met mondkapje. En we staan weer, zoals jullie weten, bij de McDonald's. Maar het goede nieuws is, we gaan dus weer een trip maken. En we hadden net gezeik. Waarom hadden we gezeik? Leg het eens uit, Jordi. Hij is eruit volgens mij. Ja, er zat dus een wesp in deze auto op het moment dat we hierin wilden stappen. Hij is nu echt weg, hè? Nou, in ieder geval, we zitten dus nu in de auto. We zijn al flink op weg. En we moesten nog maar. Ja, ik heb een telefoon hebt hier. Als het goed is. Maar dat had ik gestopt. Ik hoop niet dat hij nog erin zit. Gek die wesp. Maar we hoeven in ieder geval nog een uurtje of 3,5. En dan komen we weer aan. Dat is natuurlijk super nice. En ik zeg eerlijk, we dachten even bij onszelf, we stoppen even bij de McDonald's. Helaas moet je dus je mondkapje opdoen. We hopen dat het in Polen anders zal zijn. Denk het niet. Nou, uiteraard precies bij ons stapt er weer iemand bij. Nee, weet je wat dus raar is, jongens? Het is dus bijna december voor ons. En er zijn gewoon nog wespen. Hoe raar is dat nou? Begin ons ook even te volgen op Instagram. @PyroTeamDelft. Daar zal alle info staan van de komende tijd, wat we gaan uploaden en nog meer. Stop nummer 2, jongens. We zijn even wezen stoppen. We gaan nu weer snel de auto in. Want we moeten nog wel even. Het voordeel van het feit... Oh, hij is dicht, hè, die auto. Wat ik wilde zeggen, het voordeel van het feit dat we zo vroeg weggingen. En dan heb ik het echt over heel vroeg. Want hoe laat gingen we weg? 6 uur. 6 uur 's ochtends gingen we weg, jongens. Het houdt dus in dat we dan een uurtje of 2 uur 's middags al aankomen op locatie. Het is nu 11:30. I used to pray for this. Dus jongens, we zitten in de auto. Nog maar 31 minuten en dan komen we bij de grens aan van Polen. Het ging best wel snel, hè, de heenweg. Het ging heel snel. Ja, voor het gevoel echt, binnen no time zijn we gewoon... Het idee dat we pas 3 uur onderweg zijn of zo. Ja, precies. Maar goed, we hebben dan die rit achter de rug. We zitten nu ongeveer 8 uur in de auto. Liegt er niet, toch? Een half uurtje. Nou. Ja, en dan zijn we er. En we moeten maar even kijken of die markt nog steeds open is met corona natuurlijk. We hebben wel mondkapjes bij ons. Voor de zekerheid. Ik ben wel heel benieuwd hoe het daar is nu. Snap je, ja. Ik hoop echt dat het gewoon open is en geen gezeik. Zouden ze nog steeds gewoon alles hebben? Precies. Weet je? En of moet je je mondkapje opdoen? Of misschien zijn heel die markten wel gesloten en mag er zoveel mensen maximaal daar zijn? Ja, dat denk ik niet zo gauw. Maar... Nee. We gaan het wel zien, joh. Ja, we zijn er zo en we gaan denk ik wel even filmen als we bij de grens zijn. Want altijd even lachen om te checken of er grenscontrole staat. Vorig jaar stonden ze er wel toen we er waren. En misschien nu ook. Daar hebben we de grensovergang. Yep, bij die brug daar, dat blauwe. Zoals jullie ver te kunnen zien. Zie je inderdaad de grensovergang. Vorig jaar toen we hier reden, toen zag je daar allemaal politie staan voor controles. En dan heb je het niet alleen over vuurwerk natuurlijk, maar ook over drugs en andere dingen. Zo te zien nu niks, hè? Nee. Zo te zien... De verleden keer stond het helemaal vol. En dan gaan veel mensen de grens over. Dus de grenzen zijn in ieder geval nog open. Door corona. Maar daar gingen we wel vanuit, want we lazen nergens dat het dicht zou zijn of zo. Kijk. Kijk, over een paar seconden gaan we de grens over, jongens. Eindelijk uit Duitsland. Ja, ja. Nou, eerst even een hotelletje pakken. Even kijken wat ze ons voor kamer geven. Dus we rijden nu door de stad, zoals jullie kunnen zien. De oude vertrouwde winkel hier links, waar we eigenlijk nooit kopen. Maar wel een mooie winkel. Veel maar naar links. Daar zo. En hier ook eentje. Oh ja. Maar we gaan nu even naar de Pyro Market. Die sluit namelijk. Als het goed is al in de buurt. Dus. Ja, want die sluit namelijk op zaterdag. En dan is die pas weer dinsdag open. Of nee, donderdag volgende week open. En dan zijn we hier niet meer. Dus we moeten nu echt naar de Pyro Market. Zodat we nog wat oude vertrouwde producten van Zena kunnen halen. Ja, jongens, aangekomen bij de Pyro Market. Aan de linkerzijde. Ik hoop dat ze dat echt goed is. Zijn al 3 auto's, man. Zo, ze zijn helemaal aan het verbouwen, man. Kijk dit. Oh ja. Zo, ze zijn wel open. Kijk maar. Dus, gaan we naar binnen, man. Funke, Zena. Dus jongens, we zijn hier bij de Pyro Market. Je hebt een aantal leuke knallers die we kunnen halen. Eigenlijk de oude vertrouwde. Die hebben we nog niet gehad. Die Blitzkrooms P1. Hier de Titanslag, die hebben we volgens mij ook niet gehad, hè? Dat is ook P1. Dat is die Zena Dumbum. België heeft. Ja, man. Alleen hier goedkoper zie ik, of niet? Een stuk goedkoper. Daar betaal je 35 euro voor 3 pakken, geloof ik.
Hier betaal je 24. Ja, ziek. Ja, het scheelt je toch 11 euro per... Ja, inderdaad. Ja, hier zie je dus de cake staan. Voornamelijk van Funke. Kijk maar. Kleinere cakes. Maar dit is echt wel warm. Ja, die is echt lijp. Hier jongens, moet je kijken hoe groot deze pijlen zijn. De alfa pijlen. Nou, Jordi ziet even een mooie stok. Ja, zoals je net ook al zei. Als deze stok op je huis valt of op je auto. Op het dak van je huis ben je echt de sjaak. Nee, ja. Ja, dit maakt niet zoveel uit. De Azul hadden we ook met Oud en Nieuw gehad. En zoals jullie zien, ze zijn de winkel aan het verbouwen. Maar dit is zo mooi. Moet je die art zien hier zo op de muur? Ik vind dat echt, echt iets hebben. En het lijkt een beetje zo op Zena. Ik zeg je eerlijk, gewoon op de grond aan een aantal dingen. Ja, al is het nog niet af. Precies. En nu gaan we even een aantal kleine inkopen doen. Maar we komen hier nog zeker terug. We gaan ook even naar de markt zometeen. Maar voor jullie nu... Hebben we toch wel aardig wat laten zien, of niet? Hallo. And go smoke one. Here, with the fireworks. Ja jongens, we staan dus nu in de bunker voor jullie. I go. Oh. Oké. Okay. We staan dus in de bunkers van de Pyro Market. Hoe ziek is dat? We hadden toch maar even gevraagd. Een beetje stoffig. Knetterlint. Oh ja. Toch zwepen. Stel dat we hier nu nog even gewoon dingen tegenkomen. Hoe heet dat ook alweer? Oh, Ugly Joe. Ja. Die hadden ze hier ook, ja. Kijk. Zeg eigenlijk hoe goedkoop dat is. 17,50. Ja, dat zijn die van Zena. Kijk dat. Oh. Zena Shockies. Allemaal oudere producten, joh. Lachen, man. Ja, kijk dit, man. Belgium. Oh, ja. Knetterton. We hebben even een kleine inkoop gedaan. Dit voor nu. En we komen hier zeker nog terug. Alleen, ja, we willen eerst even per stuk kopen. Hier hebben we een aantal leuke Tunnekings. Allemaal van Funke. Niet voor niks. Funke. Van Funke. Dat Funke. Dat is het beste. Funke. Kijk. Funke. Deze zijn groot, hè, Jordi? Ja. Dat zijn, En deze, jongens. 40 grammetjes. Die hadden we in de compilatie afgelopen jaar. Oh, die is echt ziek, man, deze. We zijn weer terug van de Pyro Market. Hele aardige mensen. En we hebben zelfs daar mogen filmen in de bunkers. We mochten zelfs filmen in de bunkers, jongens. Wat eigenlijk nooit mag, maar we vroegen het nu en het was rustig. Best stoffig. Ja, het was wel stoffig, ja. Maar mooie winkel, man. Nu even snel naar de markt voordat alles sluit. Nu even snel naar de markt voor alles sluit. Onderweg nu naar de markt. Ik zeg je eerlijk, het is echt perfect weer. Het is niet te koud. Een graad of 10. En er is geen zon. En dan vind ik altijd de meest goede sfeer. Dan lijkt het net gewoon... Dan heb je echt zo'n december sfeer te pakken. Dus ik hoop dat we dadelijk even... wat kunnen vinden op de markt en dan gaan we direct naar de stooklocatie. Gaan we even afsteken wat we nu hebben. En dan laat ik jullie ook zo meteen zien wat we hebben, maar ik hoop dat we nog iets op de markt kunnen scoren, man. Ik hoop het ook. Ja jongens, ondanks de corona is toch alles weer open zoals we zien. En we gaan nu onderweg naar ons eerste kraampje. Ja, die zat hier links, hè. Ja. Ik ben benieuwd of ze er nog zitten, dat was... Hij zit... Dat vrouwtje. En ze hadden hopen dat die ook open is, volgens mij wel. Ja, ik zie hem al. Ja? Ja, hij is open. Nou, dan gaan we hier gelijk parkeren, vriend. Top. Wel dat middeltje voor je hand. Ja. Nou, de markt is open. Ik denk dat heel veel mensen deze al kennen, want hier zijn we vaker geweest. Waar zat die vuurwerkwinkel ook weer? Rechts, hè? Nee, rechts. Zullen we wedden dat hij rechts zat? Hier zijn ze heel erg streng met filmen. Dus ik denk niet dat ik iets kan filmen binnen. Maar als we even heel snel kijken, daar zien jullie een vuurwerkbordje staan. Zo. Staat Jordi. Ja jongens, we zijn even bij de Mac aan het eten. Waar anders hier in Polen? Even serieus, altijd hetzelfde liedje. Maar het is wel lekker, man. Toch? Niet te klaar. Ja jongens, we zijn weer op de hotelkamer. Die heb ik trouwens nog niet laten zien. Dit is de hotelkamer. We hebben een mooi uitzicht dit keer. Het lijkt wel een kapel.
Bedjes. En dit keer wel een badkamer die gewoon overdekt is. Waardoor je niet doorheen kan kijken. Moet je het uitzicht zien. En hier is die pizzeria waar we toen een paar jaar geleden over gehad hadden. Toen zaten we ergens op die balkons daar zo. Maar nu zitten we dus hier. Ik ben wel tevreden daarmee. Ik ga jullie even laten zien wat we hebben gehaald daarnet. De markten en de winkels zijn nu dicht helaas vanwege corona. Maar we wilden toch nog even wat kopen zoals jullie net ook hebben gezien. Bij de Pyro Market zijn we geweest, maar ook op de markt zelf. Hier hebben we de Colpo. Die hebben we gehaald. Ja, die zijn echt heel lijp. Die Colpo 45 Special. En ja, deze zijn echt heel erg ziek. Die heb ik een paar jaar geleden met Ruben ook in Tsjechië gehad, volgens mij. Of Polen. Ik zeg je eerlijk, deze gaan jullie binnenkort horen. Die zijn echt heel lijp. Titanium Scream. Keiki. 16 shots. Die is ook te zien in de Oud en Nieuw compilatie. En ik was zo fan van deze. En ik kwam hem tegen. En toen dacht ik, ja, die moet ik hier halen. Dus heb ik ook gedaan. Colossalutje. Waarom deden we dit? Eigenlijk oldschool knallers. Dus ik dacht van, laten we gewoon maar weer een keertje gaan voor de Colossalut. Nebelslag. Met rook natuurlijk. Verschillende kleuren. Tuono Blue. Funke. Nummer 4. PS5's. En dan heb je ook nog een... Van de Crown Collection. Een soort van, wat is dit? Een fontein? Tunneking. En er staat dus Nederlandse tekst op. Hoe raar is dat om dat hier in Polen tegen te komen? Heel bizar. Maar goed, ze zijn dus legaal. Dus sterker nog, we zouden deze zelfs mee naar Nederland kunnen nemen. Niet dat we dat doen, maar het zou dus kunnen. Open hier, haal uit artikel uit verpakking. Nou, leuk. Vervolgens hebben we dus ook allemaal Tunnekings gehaald. Allemaal van Funke. En er komt dus binnenkort een video van. De Knetterbommen 1, dat zijn de grootste. Dat ga ik even voor jullie laten zien. Ik heb ze even uitgepakt voor jullie om te laten zien hoe groot ze zijn. Ik vind ze ook echt heel mooi, die afwerkingen. 40 gram. Moet je kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Funke natuurlijk. En zoals ik al zei, 40 gram. Die gaan binnenkort in de video's voorbij komen. De rest van de Tunnekings ga ik trouwens niet unboxen nu. En aan jullie laten zien, maar die zien jullie binnenkort in de video's. Yes. Ah, ze schieten gewoon eruit, hoor. Nederlandse. Die was niet zo heel hard, man, deze. Dan gaan we gelijk over naar die van Funke, toch? Ja, daarom. Zet die apparaten maar even neer. Kijk, joh. Kijk, joh. Yes. Wat een dingen. Yo. Holy moly. Ben benieuwd. Kutsie. Ja, man. Zag je die staart? Zonder dat die donker is, man. Maar ja. We kunnen er wel een paar bewaren. Ja, maar het gaat regenen. En dat is kut. Nogal. Dat is echt kut. Oké dan. Die zijn echt van de betere kwaliteit, jongen. Die was goed, man. Besef dat er maar 15 euro was, hè, 4 stuks. Echt, hè? Dat betaal je in Nederland voor de nieuwe. Ja, snap je. Echt mooi, man. Is echt ziek. Het is echt heel mooi, man. Je wacht. Jezus, kijk dat licht hier. Lijkt net alsof je Jezus bent. kijk dat licht zo in mijn gezicht. Even kijken, hoe kan je dat uitdoen dan? Er zit daar een knopje zo. Gewoon. Ja, dat is kut. Wat een kut licht, joh. Oh, juist zo. Ja, jongens, we zijn weer op de hotelkamer. Helemaal kapot. Jordi ligt ook hier zo. Ik denk dat we gaan slapen zo. En lekker gaan rusten, want we waren dus, zoals jullie aan het begin van deze vlog konden zien, om 6 uur 's ochtends gaan rijden richting Polen.
Dus weinig geslapen. En ik denk dat het gewoon nu tijd is om de dag af te sluiten. En morgen zijn we hier natuurlijk ook nog. En dan gaan we nieuwe dingen shoppen. Meer afsteken. Dus dat gaan jullie bij de volgende vlog zien. Het is nu december. En we uploaden nu dus iedere dag zoals jullie ieder jaar gewend zijn van ons. Er komen nog veel ziekere video's aan. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet ons niet te volgen op Instagram. Daar laat ik altijd wat sneak peeks zien voor de volgende video's en zo. Dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe upload. Later.